hebben. We hebben in Nederland namelijk drie heuse Brexit-rapporteurs. En deze drie Kamerleden zijn in staat gesteld om eens goed te weten wat het laatste nieuws in Engeland is, zodat wij ons daar maximaal op kunnen voorbereiden. Op het vliegveld nog in Londen, na een werkbezoek, staat onder andere Kamerlid voor het CDA, de heer Omtzigt. Meneer Omtzigt, goedenavond. 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 Wat bracht het programma allemaal vandaag voor jullie? Parlementariërs van de conservatieven, van Labour, van de uit Noord-Ierland, de voorzitter van de conservatieve partij, Brexit-minister. Eigenlijk een heleboel mensen in Westminster om te kijken wat er hier precies gebeurt. En heeft Theresa May, de premier, nog gesproken? Nee, Theresa May en haar adviseurs waren in een spoedoverleg bij elkaar. En zij stond overigens ook niet op ons programma. Okay. Dat is meer iets voor Mark Rutte. Okay. De grote vraag is natuurlijk, wat bent u wijzer geworden vandaag? Nou, eigenlijk best wel veel. Er lijkt hier eigenlijk geen consensus over helemaal niets. En er lijkt hier het idee rond te zweven dat men de deal gaat openbreken. Omdat men eindelijk langzaam misschien een idee heeft wat men hier wil. Maar wat ons verbaast is dat dat niet 2 jaar geleden aangegeven is. Dus feitelijk wil men de backstop openen. Dat is dus wat er met de grens tussen Ierland en Noord-Ierland gebeurt als er geen overeenkomst is. Die backstop die kan oneindig duren, waardoor ze oneindig in een douane-unie terechtkomen. Dat willen een aantal mensen niet. Het is nu net iets meer dan een maand voor de Brexit-datum van 29 maart. Dus hoe dat politiek zou gaan, dat lijkt nogal onduidelijk. Als ik u zo beluister, is een no-deal Brexit dichterbij gekomen? Ja, wat ons betreft blijft een no-deal Brexit een zeer reële mogelijkheid. Hij is voor Nederland zeer onwenselijk. Kijk, een harde Brexit had gekund als je ze 2 jaar op voorbereid had. Maar als je er niet op voorbereid en je doet het dan krijg je best wel grote problemen. Nou, vandaag heeft Honda hier, dat zat ook in het nieuws bij u, aangekondigd dat ze een fabriek met 3500 man waarschijnlijk gaan sluiten. Gewoon omdat ze de supply niet op orde krijgen. En ja, het heeft dus hele grote economische gevolgen. En misschien wel gevolgen voor de vrede in Ierland en Noord-Ierland. Of dit allemaal ordelijk en netjes gaat verlopen. En wij zijn er vandaag alle drie. Ik was hier samen met Lodewijk Asje en met Anne Mulder. Niet vrolijk op geworden. Nou, denken wij natuurlijk toch vaak in ieder geval vanuit Nederland. In ieder geval ik, als ik televisie zit te kijken. Ja, het zal toch niet waar zijn. Is het dan toch niet een mogelijkheid of van uitstel, of nieuwe verkiezing, of een tweede referendum? Wordt dat ergens misschien off the record ook toch aan jullie verteld dat daar toch rekening mee wordt gehouden? Of hoor je daar niks over? Ja, er zijn mensen die verkiezingen willen. Maar die willen verkiezingen vooral om zelf aan de macht te komen. Er zijn mensen die een tweede referendum willen. Maar dat lijkt vooralsnog echt een minderheid te zijn. En wat vooral opviel is dat ieder nog steeds met zijn eigen uitkomst bezig is. Terwijl eigenlijk had er natuurlijk een strategie moeten liggen voordat Groot-Brittannië ging onderhandelen. Dus had een strategie moeten liggen toen David Cameron zei we gaan een referendum houden. Toen was er geen idee van wat is die Brexit nou. Wat in de EU blijven was, dat wist men. Maar hoe die Brexit eruit zou zien wist niemand. Ten tijde van het referendum was er geen plan. En er was dus ook geen plan toen Theresa May ging onderhandelen. Dus die ging onderhandelen zonder dat zij duidelijk een mandaat van het parlement had waarmee ze thuis kon komen. En nu zegt het parlement, ja, maar dit valt niet binnen wat wij als mandaat meegegeven zouden hebben. En wij zitten daar en denken van, ja, maar hebben jullie niet van tevoren gesproken over het mandaat waarmee zij kon thuiskomen? Ja, krijgt een en daar zitten we nu dus. Krankzinnige situatie. Dank voor uw snelle reactie en goede vlucht terug. Pieter Omtzigt vanuit Londen, dank u wel.